Maarten Pijnenburg, het is al een tijdje geleden dat we elkaar gezien hebben. Hoe is het met je? Ja, met mij goed. Met, twee maandjes geleden dat het is gebeurd, iets langer. Ja, tot nu toe verloopt het herstel eigenlijk goed, dus we mogen niet klagen tot nu toe. Ja, meerdere fysio's die hier zijn. Normaal werk ik eigenlijk met Pim van Duin. Ja, dat gaat tot nu toe gaat heel goed. Ja, dagen zien er een beetje verschillend uit, dus dat is wel fijn. De ene dag meer bovenlichaam en de andere dag onderlichaam. Ja, de begeleiding is super goed hier, dus tot nu toe zeer tevreden. Al de eerste weken ben je vooral bezig om het vocht uit je knie te krijgen. Eigenlijk je knieën langzamerhand aansterken. En eigenlijk de afgelopen tijd zijn we vooral om de knie eigenlijk heel sterk te maken, de bovenbeenspieren eromheen. En als het goed is mogen we over twee weken zoiets mogen weer gaan joggen. Dus ja, dat zijn ook alweer momenten waar je naar uitkijkt. Ja, natuurlijk wil je op het veld staan, wil je die lijn die wij in de zomer die wij weer hebben ingezet, waar je dan in het begin deel van uitmaakt, wil je die eigenlijk voortzet tot het eind van het jaar. Maar ik vind het wel mooi om te zien hoe de jongens het voor elkaar hebben, samenwerking met de staf die het weer super doen dit jaar. Dus nee, dat vind ik ook alleen maar mooi om te zien en die jongens gun ik het ook echt van harte. Ik probeer zeker wel één keer in de week even langs te komen, gewoon even iedereen te zien. Dus in dat opzicht is het ook wel fijn dat je dicht bij de club revalideert. Je bent toch dichtbij om ook een beetje het contact met die jongens zo te houden. Ik moet zeggen, ik laat ook wel allemaal om me afkomen. Ik wil niet heel het proces al weten. Vaak is gewoon van, ik wil graag weten waar we naartoe gaan. En ja, wat daarvoor belangrijk is, wat er van me verwacht wordt van mijn been. Dus ja, eigenlijk is het zo, leef je rustig van moment naar moment toe.